Goedenavond iedereen en welkom op dit webinar over InvestWe. Mijn naam is Evelien Lauwers en gedurende dit kleine uurtje, 45 minuten, ga ik jullie een speciaal aspect of een strategie van InvestWe uit de doeken doen. Dus dit is het speciale webinar waar één strategie uit de doeken wordt gedaan, maar om toch te beginnen en om jullie een basis te geven, gaan we over het basisprincipe van InvestWe beginnen. Dus InvestWe is gebaseerd op markteffecten. Wat zijn deze markteffecten nu uiteindelijk? Dat zijn prijspatronen die steeds wederkerend zijn in de tijd. Dus wederkerend in de tijd, dat wil zeggen dat we een positie aangaan één keer in de week, één keer in de maand en steeds op een bepaald tijdstip in positie gaan en uit positie gaan. En deze tijdstippen en deze dagen zijn gebaseerd op academische studies. Daar zullen we later nog een beetje meer in detail over gaan. Maar dus wat zien we hier? InvestWe is gebaseerd op vier strategieën of vier markteffecten. Hier ziet u die alle vier opgelijst. Dus we maken gebruik van de turnaround Tuesday, die een positie gaat aan op de mini-DAX. De pound shorter, waar een positie wordt aangegaan op de Britse pond US-dollar, forex-paar dus. De derde is de Friday gold rush, waar een positie wordt aangegaan op het goud. En de laatste strategie is de end of month, waar een positie wordt aangegaan op de S&P. Hier ziet u een grafiek. Dit zijn de bruto winsten van alle vier strategieën tezamen. Deze grafiek gaat vanaf juli 2009 tot eind april 2023. En dus de resultaten vanaf 2009 tot eind 2019 zijn backtestresultaten. Want vooraleer dat we InvestWe live hebben in het leven geroepen, hebben wij deze strategie uiteraard, of deze strategieën, deze combinatie van strategieën, uiteraard uitvoerig getest. Dus gedurende 10 jaar hebben we dit gebacktest. En dit ziet u hier op de grafiek van 2009 tot 2019, hier ongeveer. Dus u ziet dat gedurende deze 10 jaar de strategie, of de combinatie van strategieën, steeds een positief rendement met zich meegebracht heeft, dus dat deze lijn steeds oplopend is doorheen de jaren heen. U ziet wel dat er bepaalde periodes zijn met drawdowns. Dus hier in 2013 hebben we een verlieslatend jaar gehad, dus dat waren het backtestresultaten. En vanaf hier tot nu op het einde hier zijn het live resultaten. Dus de grafiek gaat nog steeds in de juiste richting, dus opwaarts. Maar ook hier zien we 2022 was een verlieslatend jaar. Wanneer we nu een rekening geopend hebben, een live rekening, in januari 2020, zou dit een bruto rendement met zich opgebracht hebben van 26,8%. Dus dat zijn de 3 jaren gecumuleerd tot nu. Dit zijn wel degelijk netto rendementen en dit is gebaseerd op een referentierekening. De referentierekeningen die wij hebben, zijn een futures referentierekening en een CFD referentierekening. De futures referentierekening is opgezet met 25.000 euro en een gematigd risico. De referentierekening gebaseerd op de CFD's is gebaseerd op 10.000 euro met gematigd risico. Als we nu een futures rekening zouden aangegaan zijn begin dit jaar, dus januari van dit jaar, zouden we op het einde van april 14,6% hebben gehad. Dus markteffecten zijn effecten die kalendergerelateerd zijn, seizoensgerelateerd zijn. En al deze markteffecten, daar bestaat heel veel academische studie voor.
Dus deze effecten zijn voortdurend of gedurende lange tijd geanalyseerd. En ook professionele beleggers gebruiken deze markteffecten om hun bestaande portefeuille te diversifieren. En dus nu met het product Investui wordt deze markteffectstrategieën of benadering beschikbaar voor de individuele belegger. Dus zoals reeds gezegd, de kalendermarktpatronen. Dus al deze strategieën zijn gebaseerd op deze kalendermarktpatronen die deze academici al tientallen jaren bestudeerd hebben. Hier zijn er dus veel statistische bewijzen voor en ik ga het jullie straks ook laten kijken of laten bekijken op de website. Daar hebben wij alle academische studies voor jullie opgelijst. Dus die kunnen nog eens worden nagelezen op de website zelf. Zoals ook reeds gezegd, hebben er professionele beleggers die gebruik maken van deze markteffectstrategieën om hun rendement te kunnen verhogen. Nu, zoals op de eerste slide gezien, was de pound shorter een van onze vier strategieën. En nu wil ik deze strategie in de verf zetten om eens dieper in te gaan wat het idee achter deze strategie is. Dus de pound shorter, zoals de naam het meegeeft, is het een short positie die wordt aangegaan. En deze short positie wordt aangegaan op dinsdagmorgen. En dinsdag namiddag wordt deze positie reeds gesloten. Dus we zitten hier 6 uur in positie. Dus het is zeker een positie, een zeer korte positie, wat ook het risico op een eventuele drawdown of op een eventuele positie die in de tegenovergestelde richting als wat wij zijn aangegaan, dus begrenst. Wat wil dit zeggen? Dat het risico dus ook begrensd blijft. Het valutapaar waarop wij ons gaan beleggen of waarin wij gaan ons gaan beleggen is de Britse pond ten opzichte van de US dollar. Dit valutapaar of dit paar heeft een zeer hoge volatiliteit of een zeer hoog volume en een zeer hoge liquiditeit. Het is ook een van de majors, dus het aantal personen of het volume dat hierop verhandeld wordt is zeer groot, wat ook zeer uitstekende condities zijn om in te verhandelen. Ik heb even het volume van dit valutapaar erbij gehaald en we zien dus gebaseerd op de bron van de CME, zien we dat er een zeer hoog volume aan verhandelde contracten is. Zoals reeds gezegd, is het een positie die zeer snel wordt aangegaan en zeer snel gesloten. Dus 6 uur zitten we hier in positie. En het voordeel hiervan is dat er geen overnight risico wordt aangegaan. Dus de positie wordt enkel intraday aangehouden. De strategie op zich biedt zeer stabiele resultaten. Dit zullen we straks nog eens grafisch weergegeven zien. Maar dus het voordeel van deze strategie is, dat zal u ook op de grafiek later zien, doordat deze zeer stabiele resultaten met zich meebrengt, is het effect van diversificatie zeer goed zichtbaar. Dus een strategie die een beetje volatieler is, wordt opgevangen door deze stabiele resultaten van deze strategie. Elke week wordt er dus een alert uitgestuurd op dinsdagmorgen en die positie wordt dus ook diezelfde dag weer gesloten. Hier gaan we het bruto rendement van deze strategie, of hier geven we deze weer. En zoals gezegd, zien we dat de resultaten steeds oplopend zijn en dus zeer stabiele resultaten, een zeer stabiele strategie. Dus hier nog eventjes kort opgelijst
op welke positie gaan we, op welk contract gaan we in positie, namelijk de Britse pond ten opzichte van de US dollar. Welke positie gaan we aangaan? Een short positie. En in Investui is dit de enige short positie. De andere drie zijn long posities die gaan worden aangegaan. Eenmaal per week gaat deze positie worden aangegaan en steeds op de dinsdag dan. En de duur van de positie is maar 6 uur. 6 uur, dus zeer kort, waardoor ook het risico zeer klein gehouden kan worden. Investui heeft dus 4 bewezen markteffecten en er kan worden gekozen uit 2 rekeningen. 2 rekeningen, 1 rekening in eigen beheer en een beheerde rekening. Het verschil tussen de beide is in het plaatsen van de eerste positie. Dus de mensen die een beheerde rekening hebben, daar wordt automatisch een positie voor hun geopend en automatisch voor hun gesloten. Mensen met een rekening in eigen beheer, die krijgen eerst een e-mail. Gebaseerd op deze e-mail zullen zij dan op 1 knop kunnen drukken om de positie aan te gaan. Deze 3 knoppen, dus in de e-mail zijn er 3 knoppen. En deze 3 knoppen vertegenwoordigen de 3 risicocategorieën. Dus dat is het verschil tussen de beide rekeningen. In de eerste rekening wordt alles voor u gedaan, zowel het openen als het sluiten van de positie. En in de tweede rekening beslist u van ik ga mee in positie en gebaseerd op welke risicocategorie. En wordt de positie automatisch voor u gesloten op het tijdstip die vooraf bepaald is. Dus uiteindelijk, deze markteffecten zijn echt gerelateerd op basis van dagen en op basis van tijdstippen. Dus er werd gedefinieerd van deze positie gaat maandag op die dag open, op dat uur open, en wordt dinsdag op dat uur gesloten. Dus deze gegevens, deze tijdstippen, deze dagen zijn dus gebaseerd op de academische studies. Daarnaast wordt er of kan er door u worden beslist van eventueel mee in positie te gaan, ja of nee. Dus dat is gebaseerd op deze rekening in eigen beheer. De Investui-klanten hebben geen platform. Dus voor de mensen die WH Self Invest als online broker kennen, die kennen het NanoTrader-platform. Hier hebben de Investui-klanten geen NanoTrader-platform. Dus het enige communicatiemiddel of het enige informatiemiddel zijn de e-mails. Dus de e-mails voor de mensen met een rekening in eigen beheer om de positie te openen. Of voor alle andere klanten krijgen zij uiteraard een e-mail met wij hebben een positie voor u aangegaan. Dit is het resultaat van de positie en dit is het resultaat van uw rekening. De regels van dus het in- en uitstappen zijn zeer strikt bepaald en zijn gebaseerd op deze academische studies. En ook WH Self Invest of Investui heeft voor u dan deze 3 risicocategorieën vooraf bepaald. Dus 3 risicocategorieën, defensief, moderaat en agressief. Onze referentierekeningen zijn steeds geopend met een moderaat risicoprofiel. Wat wij ook gaan aanraden, een moderaat risicoprofiel of een defensief risicoprofiel. Voor de mensen die graag agressief willen handelen, is dit voorhanden, maar dit zal nooit worden aangeraden door een medewerker van Investui. Daarnaast baseert Investui zich op 2 sleutelfactoren voor de lange termijn succes. De eerste is diversificatie en de tweede is meer en hogere winsten dan verliezen. Iets meer over diversificatie. Investui baseert zich dus op 4 strategieën of 4 markteffecten. Hier ziet u deze nog eens opgelijst. Friday Gold Rush, Pound Shorter, Turnaround Tuesday en de End of Month.
En we zien dat deze vier strategieën een mix van vier activa met zich meebrengen. Namelijk het goud, de Britse pond US dollar forexpaar en twee indices, namelijk de DAX en de S&P 500. De posities die Investui gaat aangaan zijn steeds korte termijn posities, wat het risico dus ook aanzienlijk verlaagt. Hier zien we de vier strategieën nog eens grafisch weergegeven. En deze weergave troont ons de bruto winsten per strategie. Om een vergelijking mogelijk te maken, is de grafiek niet gebaseerd op echte posities, maar op posities die in geldtermen evenwaardig zijn. Dus we zien hier bijvoorbeeld in het geel de Friday Gold Rush. En deze strategie is met momenten zeer winstgevend. Maar we zien wel dat er een hogere volatiliteit met deze strategie wordt bereikt. De pound shorter daarnaast is dus die donkerblauwe lijn die we reeds bekeken hebben. En deze strategie genereert minder rendement, maar is wel stabieler. Dus hier wordt nog eens bewezen dat diversificatie een sleutelfactor is voor de lange termijn succes. En u kan dan zien dat wanneer een strategie het iets slechter doet, de andere drie het overnemen. Dus daarnaast zien we dan nog eens het totaal bruto portefeuille of het totaal bruto rendement van de totale portefeuille. En we zien dat doorheen de jaren door de grafiek steeds stijgend is. Met wel een paar periodes van drawdowns. Dus hier moet zeker rekening mee gehouden worden. En hoe kan u zich beschermen voor deze drawdowns? Is zeker niet een te hoog risico willen aangaan. En een termijn of beleggingstermijn van 1,5 jaar tot 2 jaar in het oog te houden. Wat zeker niet wil zeggen dat uw geld vaststaat voor 1,5 jaar tot 2 jaar. Dit wil zeggen dat dit de termijn is waarop wij rekenen. Dus wat wil dit zeggen om zowel de drawdowns eruit te halen, voor slechte periodes eruit te halen, goede periodes of overgoede periodes erin te hebben. Dus daarom rekenen wij op 1,5 jaar tot 2 jaar. Moest u nu na 6 maanden het gewenste resultaat hebben, of u zegt van het idee van Investui, het was leuk, maar ik heb het gehad, geen enkel probleem. Na die 6 maanden kan u uw rekening sluiten en uw geld volledig terugkrijgen. Het tweede belangrijke aspect van Investui is meer en hogere winsten dan verliezen. Ten eerste iets meer over meer winsten dan verliezen. Hier zien we dat elke strategie meer dan 50% winstgevende signalen genereert. Deze analyse is gebaseerd op een periode van 11 jaar, dus de resultaten zijn zeer stabiel. Geen enkele tradingstrategie genereert uitsluitend winstgevende trades. Dus daarom wordt een verhouding winnaars ten opzichte van verliezers van 60% gedefinieerd als een goede strategie. Het tweede belangrijk aspect is hogere winsten dan verliezen. De grootte van de winst of trade is groter dan het verlies. Als we hier gaan kijken naar de Turnaround Tuesday, dat is dus de licht blauwe kolom, zien we dat de winst 22% groter is dan het verlies. Hier zien we nog eens het concept. Of Investui is gebaseerd op zowel korte termijn als een langere termijn investering. Dus een lange termijn investering, dat heb ik al gezegd, wij beogen 1,5 jaar tot 2 jaar dat u in het Investui-verhaal het optimale resultaat kan bereiken. Dus dit is een lange termijn investering, maar
Het voordeel hiervan is dat de posities die Investui aangaat wel steeds korte termijn posities zijn. Hier ziet u de kleine asterisk. Dus de pound shorter, zoals reeds gezegd, is 6 uur. Een positie van 6 uur. Dan hebben we twee strategieën waar we anderhalve dag in positie zijn. En onze langste strategie zijn we 8 dagen in positie. Dus we zien dat er echt geopteerd wordt door deze korte termijn transacties. Wat het risico ook zo klein mogelijk kan gehouden worden. Daarnaast ziet u dat Investui zeker niet gaat overtreden. Wat wil ik daarmee zeggen? U ziet hier een grafiek of een analyse van sinds 2009, dus ongeveer een 15-tal jaar, waar wij per maand gaan nagaan hoeveel posities er per maand worden aangegaan. En u ziet dat we maandelijks rond de 10, 11 trades zitten. Dus dat wil niet zeggen ongeveer 3 trades per week. Dus hier gaan we ook zeker niet gaan overtreden, wat de kosten ook beperkt kan houden. Voor Investui kan er dus geopteerd worden om een futuresrekening te openen of een CFD-rekening. Het verschil tussen beide is de producten waarop worden of de contracten waarop worden ingesteld. En uiteraard, zoals de referentierekening het al meegaf, wordt er geopteerd met futures een hogere inleg als met CFD's. Voor beide rekeningen kan er een beheerde rekening worden aangegaan, maar op elke rekening, zowel CFD, futures, beheerd of in eigen beheer, zijn deze 4 strategieën en deze 4 instrumenten van kracht. Er zijn dus vaste dagen en uren waarop de positie wordt aangegaan en waarop de positie wordt gesloten. En u kan dus ervoor kiezen van zelf uw rekening te beheren, door zelf te beslissen van ik ga mee in positie, ja of nee. Of automatisch, door een beheerde rekening, dan worden alle signalen omgezet in posities op de vooruitbestemde of vooraf gedefinieerde tijdstippen. Via de website kan u real-time monitoren hoe de positie eruit ziet, hoe de referentiepositie eruit ziet. Wel een kleine opmerking hierover. Dit is wel degelijk wanneer een positie werd geopend op het hiervoor bestemde tijdstip. Dus als u een uurtje later bijvoorbeeld in positie gegaan bent, zal dit niet exact uw positie vertegenwoordigen. Dus daar moet u wel rekening mee houden. Dan ga ik eventjes overgaan naar onze website. En zal ik jullie een beetje uitleggen op welke pagina's de verschillende informatie kan gezocht worden. Dus dit is de startpagina van Investui. En onder strategieën kan u de 4 strategieën of 4 markteffecten waarop Investui zich baseert nog eens nagaan. Dus hier vindt u de grafiek die ik jullie getoond heb in de website, in de presentatie, en de 4 verschillende strategieën. Onder elke strategie ziet u dan een kleine uitleg van wat deze strategie doet of waarom deze strategie in Investui werd opgenomen. Met hieronder zijn belangrijkste academische studies. Dus alle 4 de strategieën zijn gebaseerd op deze studies. Dus dat zijn studies die jaren reeds bestudeerd zijn en die niet door de natte vinger of ontdekt zijn. Dus die zijn echt wel gedefinieerd, getest en nog eens uitgebreid getest door WH Self Invest zelf. Dan hebben we ook nog 2
pagina's die zeer belangrijk zijn. Namelijk, de eerste zijn de posities. En hier kan u, zoals gezegd, de real-time posities monitoren. We zijn momenteel vrijdag, dus we zijn in positie of we hebben een positie aangegaan op de Friday Gold Rush. Dus u ziet hier dat deze aangegaan werd gisteren om 16:30 ongeveer. Hier om 16:00 werd deze geopend gisteren aan deze prijs. En u ziet hier de groene driehoek, dus dat wil zeggen dat we een long positie zijn aangegaan. Ook de positie die werd aangegaan zijn 5 micro gold futures. Dus dat is de futures referentierekening €25.000 met gematigd risico. Daar wordt 5 micro gold futures aangegaan voor de Friday Gold Rush. En u ziet hier het grafisch verloop van deze grafiek of van deze strategie. En deze strategie zal vandaag, vanavond om 21:00 gesloten worden. Dus u ziet hier het rendement dat deze strategie tot nu toe heeft opgebracht. En om 21:00, wanneer jullie teruggaan naar de website, zullen jullie zien dat er een rode driehoek geplaatst wordt met de prijs en de dag en het tijdstip waarop deze strategie werd gesloten. Dus je ziet hier de 4 strategieën. En wij opteren ervoor om zo weinig mogelijk gelijktijdige strategieën aangegaan. Ook om het risico zo laag mogelijk te houden. Dus hieronder ziet u voor de maand mei wanneer er posities worden aangegaan. Dus we zijn nu 19. Dus op 18, gisteren, werd er een positie voor de Friday Gold Rush geopend. De volgende positie die zal worden aangegaan is de Turnaround Tuesday op maandagavond dan. Wanneer deze positie is afgesloten, wordt deze niet verwijderd. Dan wordt deze op referentierekening gezet of onder referentierekening gezet. Dus als ik nu de referentierekening van dit jaar ga open doen, zien we het grafisch verloop van, ik denk dat het vrij klein is, maar hier staat €25.000. Dus dat is de futures referentierekening. En hier staat €10.000. Dus dat is de CFD referentierekening. Dus hier ziet u al het grafische verloop van deze twee rekeningen. En moest u nu echt alle details willen, dan kan u zien dat op 9 januari 2023 deze twee rekeningen werden geopend. Dus één gebaseerd op €25.000 en één gebaseerd op €10.000. En dan ziet u alle trades. Alle trades. Dus en per maand wordt er een percentage berekend. Dus een percentage, dit zijn de netto rendementen. Dus de eerste maand, dus de maand januari, had voor de futures referentierekening 7,6% opgeleverd en voor de CFD-rekening 3,4%. Dus maandelijks wordt iets gedaan en eind april hadden we een resultaat van 14,6% voor de futures-rekening en 8,8% voor de CFD-rekening. Dus dit is zeker een voordeel van Investui, transparantie. Want wanneer u bijvoorbeeld Investui gaat vergelijken met beleggingsfondsen, dan weet u nu exact waarin u belegt, kan u niet de posities live meemaken. En hiervoor hebben we echt gezorgd dat wij alle informatie naar de klanten of naar de geïnteresseerden weergeven. Dus alle trades, moest u nu bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in de volledige live periode 2020 tot 2023, staan alle trades hierop van de afgelopen 3-4 jaar. Dus hier kan alles worden weergegeven. Als u nu zegt van Investui, het interesseert mij, ik wil graag meegaan in het verhaal, maar ik weet niet zo goed hoe of met welke posities er wordt aangegaan dan. Dan gaat u onderaan een pagina en dan ziet u hier
Een donkergrijze kader. Dus dat is, deze donkergrijze kader staat op elke pagina. En dan wordt er, of gaan jullie naar simulator. Dus dat is zeker belangrijk om naar deze pagina te gaan vooraleer een rekening bij ons te openen. Op basis van deze simulator kan dus nagegaan worden welk instrument, welk beleggingsbedrag en wat dat dan uiteindelijk voor jullie als belegging impliceert. Dus het instrument wordt als eerste uitgekozen en hier hebben we uiteraard keuze tussen futures of CFD Forex. Als we nu naar CFD Forex gaan kijken, zien we de beleggingsbedragen. We zien hier dat er een minimum is van 5000 euro voor CFD Forex. Als we deze compositie gaan aangaan, zien we uiteraard dat er enkel een agressief risico voorhanden is. Dus dit gaan wij zeker niet aanraden. Het is wel mogelijk. En enkel voor deze rekening gaat een beheerde rekening niet. Dus deze rekening is sowieso een rekening in eigen beheer. Maar vanaf wanneer dat we 10.000 euro bereiken, kunnen wij deze in een beheerde rekening van maken. Dus moesten we nu deze compositie uitkiezen, zien we dat er twee risicocategorieën voorhanden zijn. Namelijk het gematigd risico en het agressief risico. Deze compositie, deze gematigde risico, is een van onze referentierekeningen. Dus wat wil dit nu zeggen voor u? U ziet dat gebaseerd op CFD Forex met 10.000 euro en gematigd risico, we de vier strategieën zien. Voor de Turnaround Tuesday worden er bijvoorbeeld twee CFD Germany 40 geopend voor u. We zien dit per strategie. Dus bijvoorbeeld hier de end of month worden 5 futures S&P's geopend. En moest u deze rekening, deze 10.000 euro in 2009 zijn aangegaan, zou deze nu 56.000 euro waard zijn. De grootste drawdown van deze in deze periode was bijna 4.000 euro. En dus het aanbevolen minimum, dat is 2,5 keer de grootste drawdown, is 9.900. Met een rekening van 10.000 definiëren wij dit als een gematigd risicoprofiel. Als we hier gaan kijken naar het agressief risico, zien we dat de grootste drawdown 9.000 euro is. Dus moest u nu de rekening openen en u heeft direct de grootste drawdown, ja, dan kan u eigenlijk niet meer verder met die rekening. Dus daarom ook raden wij het agressief risicoprofiel niet aan. Omdat moest er nu inderdaad een paar verlieslatende trades zijn met grote posities, zal uw bedrag van uw portefeuille zodanig slinken dat het eventueel niet meer mogelijk is om om posities aan te gaan, waardoor dat wij oftewel de rekening direct moeten afsluiten, oftewel u moeten vragen om direct geld bij te storten. Dus dat zou jammer zijn, dus daarom raden wij dit niet aan. Maar uiteraard is het mogelijk om deze rekening te openen. Als laatste puntje wil ik jullie ook nog achten op de kosten van Investui. Want hier hebben wij ook proberen zo transparant en zo efficiënt mogelijk of zo eenvoudig mogelijk te werk te gaan. De eenmalige setupkost voor nieuwe klanten wordt weggescholden. Dus deze bedroeg nogmaals 99 euro. Dus deze wordt weggeschonken. Dus het openen van een Investui-rekening is voor u gratis. De enige vaste kosten die er zijn de commissiekosten. En hier hebben wij ook zo transparant mogelijk proberen werken en zo gemakkelijk mogelijk proberen werken.
Dus de commissiekosten bedragen €4,99 of $4,99 per order. Voor futures is dat €4,99 per future per order. En voor CFD Forex is het €4,99 per order. Dus dat zijn de enige vaste kosten die u heeft. Het enige wat daar nog bij kan komen, is op het einde van het jaar. Op het einde van het jaar gaan we kijken welke strategie winstgevend was. Dus er zijn 4 strategieën. En moesten er nu bijvoorbeeld 2 strategieën winstgevend zijn, wordt er nog eens 2% per winstgevende strategie over de winst na de kosten afgerekend of uitgehouden. Dus bij 2 winstgevende strategieën is dit een totaal van 4%. In 2020 hadden we dit geval. Dus waren er 2 strategieën winstgevend. Dus werd er nog eens 4% van de winst na de kosten afgeroomd. Maar dus enkel op het deeltje winst. Niet op het deeltje kapitaal. Wat ook zeer belangrijk is. In 2021 hadden wij 4 van de, of alle strategieën waren winstgevend. Dus dan werd er nog eens 8% van de winst naar de kosten afgeroomd. Dus 8% is het hoogste percentage dat kan worden afgeroomd. In 2022 hadden we wel 2 strategieën die winstgevend waren, maar wij hebben geen winst gegenereerd, dus hier werd uiteraard geen percentage op afgehouden. Daarnaast zijn er geen instapkosten, nog uitstapkosten, ook geen administratiekosten, geen abonnementskosten. Ook eventueel kiezen voor een beheerde rekening is volledig gratis. En er zijn ook geen commissies op prestaties. Dus enkel de commissiekosten en de alarmen, dit zijn 2 kostaspecten, maar daarnaast is de rekening volledig gratis. Ik ben op het einde gekomen van dit webinar. Ik hoop dat alles duidelijk was voor jullie. Zo niet, er is altijd een chatfunctie of een vragenlijstfunctie waarin u nog eventjes de tijd heeft om een vraag te stellen. Moest u nu nog dit verhaal een beetje moeten laten bezinken en u komt morgen op een vraag of volgende week op een vraag, hier heeft u de mogelijkheden om ons te contacteren. Dus u kan altijd ons contacteren via e-mail naar info@investui.com. We hebben ook een telefoonnummer en we hebben ook een chatfunctie. WH Self Invest is dus de partner of is dus de broker achter Investui. En hier staat steeds een Nederlandstalig team voor jullie voorhanden. Dus dit Nederlandstalig team is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 8 uur tot 22 uur. Dus hier kan steeds naar gebeld of gechat worden. Dus geen enkel probleem. Wij geven ook zeer snel een antwoord. Moesten jullie een vraag hebben? Dus aarzel zeker niet. Ik zie dat er in de tussentijd geen vragen zijn gekomen in de vragenlijst of in de chatfunctie. Dus ik hoop dat alles duidelijk was voor jullie. Dan wens ik jullie alvast een fijne namiddag en een fijn weekend. En dan horen we elkaar zeer snel. Dag!